Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw verlieten veel Nederlanders ons land op zoek naar een beter leven elders, vaak in Amerika. Een opvallend groot deel van die landverhuizers kwam uit Zeeland. Er is in Zeeland geen betere plek te bedenken dan deze boerderij van Jannes van der Luister om het verhaal van de Zeeuwse emigratie te vertellen. Vanuit deze boerderij gingen de gelovigen samen met Jannes van der Luister en dominee van der Meulen naar Amerika om daar het dorp Zeeland in de staat Michigan te stichten. Tussen 1840 en 1920 vertrokken ongeveer 32.000 Zeeuwen naar de Verenigde Staten. Zeeland leverde met bijna 10% de meeste emigranten af van alle provincies. De redenen voor het vertrek lagen zowel op het godsdienstige als het economische vlak. Vooral een crisis in de landbouw dwong veel Zeeuwse landarbeiders tot een radicale keuze. Het begint allemaal bij de aardappel, of eigenlijk het gebrek aan aardappels in 1846-47, als er een schimmelziekte toeslaat die vooral de landarbeiders enorm treft. Want hun voedsel wordt 3 keer zo duur als daarvoor, terwijl hun loon eigenlijk achterblijft. Als je ooit het plan had om eigen boer te worden, dan kon je dat in Nederland nooit bereiken, of in Zeeland. Dan moest je echt vertrekken. In Amerika was heel veel goedkoop land te vinden en werd er veel betaald voor jouw arbeidskrachten. Dus wilde je eigen boer worden, dan was de beste optie om te vertrekken. En dat is hier in deze regio heel veel gebeurd. Maar veel Zeeuwen vertrokken ook op zoek naar religieuze vrijheid. Dit was bijvoorbeeld belangrijk voor orthodoxe gelovigen in Zeeland, die zich van de hervormde kerk hadden afgescheiden en zich achtergesteld voelden. Zij hoopten hun geloof in Amerika zonder belemmeringen te kunnen beleiden. Je zou het niet zeggen direct, maar deze schuur heeft ook als kerkzaal dienst gedaan. Tot 1840 werden hier illegale kerkdiensten gehouden onder leiding van dominee Van der Meulen. En het is de schuur van Jannes van der Luister, een grote boer in deze regio, die eigenlijk ook de leider was van de afgescheiden gemeente die hier bij elkaar kwam. Waarom waren ze afgescheiden? Ze konden zich niet vinden in de leer van de hervormde kerk en ook niet in het centrale bestuur. En daardoor kwamen ze afzonderlijk bij elkaar, hebben ze uiteindelijk een eigen kerkgenootschap gesticht. En de leden van deze gemeente vormden ook de kern van de emigratiegroep die in 1847 is vertrokken. Voor een deel waren dat arme mensen en ze waren lid van deze gemeente en hadden te weinig geld om zelf de reis te kunnen maken. Maar Jannes van der Luister die heeft dat allemaal voorgeschoten, gefinancierd en eigenlijk ook een deel van zijn geld nooit meer teruggezien. Want als ze het niet konden terugbetalen, dan werd het kwijtgescholden. Eenmaal in Amerika stichtte de groep van 457 Zeeuwen onder leiding van Van der Meulen en Van der Luister in de staat Michigan het dorp Zeeland. Het dorpje Zeeland is een hele interessante naam, want oorspronkelijk had de dominee bedacht dat het Brothertown moest heten. Niet omdat het niet exclusief bedoeld was voor Zeeuwen, maar voor iedereen uit het hele land die van dezelfde overtuiging was en die daar dan een nieuw begin kon maken. Maar toen kwam er iemand uit de stad Grand Rapids en die zei, je moet het Zeeland noemen, want dan is het een herkenbaar punt. En dat was een gouden greep. Want daardoor werd de link tussen het oude en het nieuwe land gelijk gelegd. En de naam voelde eigenlijk al vertrouwd aan. Op meerdere plekken in de Verenigde Staten ontstonden nieuwe gemeenschappen waar Zeeuwen deel van uitmaakten. De bekendste Zeeuwse emigrantenfamilie is trouwens die van de Roosevelts, van de voormalige Amerikaanse presidenten Theodore en Franklin Delano Roosevelt. Hun voorouders vertrokken hoogstwaarschijnlijk ooit vanuit Tholen naar New York. Rond 1900 was er sprake van een nieuwe emigratiegolf. Vanuit Antwerpen en Rotterdam voerden inmiddels 2 lijndiensten met grote passagiersschepen naar Amerika en dan vooral New York. Meestal zochten ze dan werk in de grote steden. In de steden als Grand Rapids, Chicago, Detroit. Daar kwam de auto-industrie in de jaren 20 op. Daar was ook heel veel werk te vinden. Of in een van de grote steden in het westen van de staat New York, Rochester, Buffalo, waar veel industrie was en waar ze dus makkelijk een aantal seizoenen konden werken om, als ze de behoefte hadden en de hoop om een eigen boerderij ooit te bezitten, geld konden sparen om de eerste aanbetaling te kunnen doen. Amerika bleef voor veel Zeeuwen het beloofde land, tot de jaren 60 van de vorige eeuw. Hoewel na de Tweede Wereldoorlog ook andere bestemmingen als Canada, Zuid-Afrika en Australië populair werden. En er ontstaat dan ook, en dat is het mooie van Zeeland, het is heel goed traceerbaar, een emigratiecultuur.
En als het slecht met je ging en je dacht van, ik loop vast, dan was er altijd in je achterhoofd nog een gedachte van, dan kan ik altijd nog naar Amerika. Daar woont wel iemand bij wie ik aan kan sluiten, of die me wil sponsoren, of die me daar op gang wil helpen. Dus daarom, het was echt wijdverspreid over de hele provincie. En het bood echt een uitvalsbasis als het slecht met je ging. En je had eigenlijk geen hoop op een betere toekomst hier. Het dorpje Zeeland in de Verenigde Staten staat symbool voor het grote aantal Zeeuwen dat vanaf 1840 naar het buitenland vertrok. Vanuit heel Nederland werd in de 19e en 20e eeuw geëmigreerd. Maar de grootste groep landverhuizers kwam uit Zeeland.